NWC uit Asten keert na 1 jaar afwezigheid terug in de tweede klasse. De ploeg van trainer Roel Nabuurs verpulverde Laar op eigen veld met 9-0. En omdat de resultaten op de andere velden in Astens voordeel waren, werd het kampioenschap in klasse 3C vervroegd een feit. Wim de Boers, voorzitter van de NWC. Ja. Wim, dit is een raar kampioenschap. Ja, het is een onverwacht kampioenschap. Dat wil zeggen, niet onverwacht. Niet onverwacht, maar wel de dag is onverwacht. Ja. Dus we hadden er eigenlijk niet op gerekend omdat we ook afhankelijk zijn van de resultaten op andere velden. Ja, het liefste. Zo'n kampioenschap, of toch kampioen worden op deze manier of een andere manier? Gewoon zo snel mogelijk kampioen worden. En of hij op deze manier moet of op een andere manier. Kijk, er was ook nog een mogelijkheid dat we donderdag kampioen zouden worden zonder zelf te spelen. En dat is natuurlijk niet leuk. En zelf en dan bij thuiswedstrijd is het natuurlijk het mooiste om kampioen te worden. Je rekent nog generisch geen ballonnen. Nee, we hadden er ook niet op gerekend, want afgelopen donderdag heeft Liesel gelijk gespeeld. Waardoor er vandaag de theoretische kans bestond dat we kampioen zouden worden. Maar nogmaals, ja, dan moeten wij winnen, dan moet Liesel verliezen en HBSV punten laten liggen. Dus dat is een scenario, ja, daar hou je van tevoren maar heel marginaal rekening mee. Want ja, 3 wedstrijden die dan zo precies moeten lopen zoals ze nou gelopen zijn, ja, dat is ook toevallig. 5 minuten voor tijd, HBSV bestond. Ja, stonden bij 1-0 voor, dus na 5 minuten voor tijd krijgen die het de tegendoelpunt, waardoor wij kampioen worden. Ja, dus dat is... Hoe gaat het dan als een... Hoe gaat het dan, de kampioen worden? Iemand krijgt een telefoontje? Of... Ja, we hebben met alle teams uit de derde klas C hebben een appgroep. En we houden elkaar op de hoogte van de standen en dergelijke. En vooral met zo'n wedstrijd, als er toch voor ons iets op het spel staat, dan zijn die contacten wat intensiever. Dus we waren redelijk op de hoogte van de gang van zaken op de andere velden. Wat gebeurde toen 5 minuten voor tijd? Toen hadden we HBSV... Ja, dan moeten wij in één keer in de burries, zoals ze zeggen, dan moeten wij aan de slag. En ja goed, bloemen regelen op een zondag, dat is best moeilijk. Dus die hebben we even voor achterwege gelaten met champagne en de kampioenschaal en dergelijke allemaal. En ja, die jongens die zijn blij met bier, dus dat is allemaal geregeld. De kampioenschap zonder champagne, zonder bloemen, zonder ballonnen? Nee, we hebben wel champagne, maar zonder bloemen. Dus dat is het enige. Maar dat maken we over 14 dagen goed. Dan hebben we de volgende thuiswedstrijd en dan vieren we het nog een keer uitgebreid. Dan hebben we ook meer voorbereidingstijd. Je viert nou zeg maar het kampioensfeestje intern? Ja, nou is het intern en over 14 dagen dan gaan we er de sponsoren voor uitnodigen. Want op dit moment, ja, nogmaals, we moeten vrijdag die uitnodigingen versturen en dan is het allemaal te laat. Dus we hebben gezegd van als we zondag kampioen worden, dan houden we daar gewoon intern en dan vieren we het kampioenschap eigenlijk over 14 dagen. We wonnen maar 8-0, dat is wel een kampioenschap. Nee, nee. Maar goed gescoord. Ja, ja. Zelfs onze keeper heeft gescoord, die mocht een penalty nemen en dan werd het 9-0. Dus, ja. Wat is dat voor een wedstrijd dan? Ja, weet je, we stonden na 17 seconden stonden we al met 1-0 voor en na een kwartier stonden we al met 3-0 voor. En dan is zo'n wedstrijd gespeeld en dan gaan die jongens, dan is de druk eraf, dus die gaan dan freewheelen zeg maar naar het einde toe. Dus dan krijg je zulke uitslagen, ja. Dus over 2 weken profiteert heel Asten ervan, dan gaan jullie, zeg maar... Over 2 weken dan hebben we hier op het sportpark hebben we dan feest, het kampioensfeest en dan huldigen we de spelers nog een keer en dan... komen sponsoren worden uitgenodigd, het gemeentebestuur krijgt een uitnodiging, dus dan gaan we het op die manier vieren, ja. 2 keer 4. Ja, en goed, weet je, over 14 dagen is Pasen, dus nou Paas zaterdag vieren wij het. En ik denk dat de jongens Paas zondag en Paas maandag het ook nog wel vieren hoor, dus dat komt wel goed. Roel Nabuurs, dit is wel een hele bijzondere manier om kampioen te worden. Ja, dat is in ieder geval onverwachts vandaag. En natuurlijk, het scenario zat er wel in dat het vandaag kon gebeuren. Maar het is niet iets waar we direct rekening mee hadden vandaag. Dus, Had je wel gewild vandaag? Of voor jou ook zo snel mogelijk kampioen worden? Of had je liever op een andere dag? Uiteindelijk hadden we de doelstelling om het zo snel mogelijk te beslissen. Dus hoe eerder, hoe beter in dit geval. Maar op zich, qua vereniging was er nog niet heel veel geregeld of zo. Dus, maar dat is ook mooi. We gaan ervan genieten vandaag in ieder geval. Dus, begin april ben je kampioen. Dat betekent dat je op een hele gemakkelijke manier kampioen bent geworden. Ik moet zeggen, voor de winter hadden we de zaken goed voor elkaar. Toen hadden we de wedstrijden redelijk snel beslist. Na de winter ging het wat stroever. Ik moet zeggen, de laatste 2 weken ging het weer zoals we het gewend waren voor de winter. Dus dat was prima. Echt kampioenselftal? Ja, voor deze klasse in ieder geval wel. Dus nu is de uitdaging om het volgend jaar in de tweede klasse te laten zien. Maar voor deze klasse waren we denk ik wel een maatje te groot. Ja. Ja, gewoon te goed voor de derde klasse, ja? Dat is ooit anders geweest. Ja, dat klopt. Ah, als je de stand kijkt en de uitslagen ziet, dan kun je denk ik wel concluderen dat we voor deze klas in ieder geval te goed zijn. Wat maakt dit elftal zo sterk? Nou, ik denk dat het een echt team is. We hebben in ieder geval laten zien dat we als team goed kunnen functioneren. En dan kan iedereen zijn eigen kwaliteit laten zien als je het goed voor elkaar hebt. Dus het is niet dat 1 of 2 mensen het gedaan hebben, maar ik denk dat we als team het goed voor elkaar hebben gehad. Met ik antwoord, maar... Maar zo is het volgens mij ook. Ik bedoel, we hebben weinig goals weggegeven, we hebben er veel gemaakt. Dus dat betekent dat het in alle linies wel kampioenswaardig is in dat geval. Goede
goede spelers, goed uitgebalanceerd elftal? Ja, dat kun je nu makkelijk zeggen. Ja, ik denk het wel. En natuurlijk, het niveauverschil is er, dus dan wordt het ook makkelijker als je iedere week moet knokken voor de punten. Maar als je ziet, we hebben redelijk veel wedstrijden, 3-4 doelpunten verschil gewonnen. Dus dan, 9-0, dat staat nergens op, hè? Dat was de eerste keer dat het echt hoog opliep. En daar hebben we wel vaak over gehad, van als het dan vroeg 3-0 is in de wedstrijd, dat het vaak 3-0 of zelfs nog 3-1 werd. Dus dat we graag een keer wilden om de score echt hoog op te voeren. Nou, dat er vandaag bij elkaar uitkomt, dat is natuurlijk mooi. Ja. Ik heb je getraind, ben jij een kampioenenmaker of niet? Het is de tweede keer dat ik als trainer kampioen word in ieder geval, dus dat is leuk. We waren nog niet klaar, Roel, met het interview. Was het bier of champagne? Ja, volgens mij is dit champagne zo te proeven. Dat is heel normaal bij het wielrennen ook. Ja, lekker. Je hebt twee keer kampioen geworden. Ja, dit is de tweede keer als trainer. Heb je champagne overheen gekregen? Ja, de vorige keer was volgens mij water nog. Dat wordt steeds erger. Is toch wel ruiken vanavond, ja, of niet? Denk ik ook wel. Nog even een douche pakken dadelijk, denk ik. Ja, geen platte wagen, dat hoort eigenlijk normaal wel. Ja, maar dat zei ik net, we hadden er vandaag nog niet echt rekening mee gehouden. Dus er waren ook nog geen shirtjes en dat soort dingen. Dus we hadden meer rekening gehouden richting het paasweekend ergens. Maar we gaan er even goed van genieten, dus dat maakt niks uit. Als je vroeg kampioen worden, dan zal je een heel jaar meemaken. Nee, ik had het nog nooit meegemaakt in ieder geval. Dus ik las net ergens ook op internet dat het de eerste in Brabant was. Dus dat is alleen maar mooi. Fischat, dat ook. Dank je. Mooi. Volgend jaar wordt een ander verhaal, denk ik. Dat wordt zeker een ander verhaal, maar die uitdaging gaan we graag aan weer. Dus dat gaan we zien. Ik zou zeggen, droge kleding aan. Douche. Ja, zeker gaan we doen. Dank je wel. Jeremias, je bent volgens mij de eerste in heel Brabant die de schaal vast mag houden. Dat klopt. Ik voel me vereerd. Ja. Ja. Als je dat je voor Paas al kampioen wordt. Dat is heel knap inderdaad. Maar weet je, begin van het seizoen hadden we er afgesproken dat wij gewoon volle bak zouden gaan. En dat hebben we gedaan tot nu toe. Ja, maar zo overgewonnen. Je hebt een 9-0 winnen op de laatste wedstrijd. Nou ja, we hebben gewoon een keigoede ploeg. En ja, jongens die wilden vandaag ook gewoon weer laten zien. En, zeg het meer over jullie dan over tegenstanders. Jullie waren gewoon veel te sterk voor deze competitie. Wij waren veel te sterk voor deze competitie. Het is de zaak om niet dood te trekken, ook naar volgend jaar toe. Om ook proberen goed te doen in de tweede klasse. En wie weet wat er nog mee kan gebeuren. Je had zelf een heel goed seizoen, of niet? Ik had een redelijk seizoen, vond ik. Heel goed begonnen, vond ik. Daarna wat afgezakt, vond ik zelf. Maar goed, ja, de laatste paar weken scoor je toch wel weer. En dat is lekker voor mezelf, maar voor de ploeg is... ik probeer zo belangrijk mogelijk te zijn voor de ploeg. En dat is eigenlijk waar ik doe. Wat maakt jullie kampioen? Wat is jullie sterkte? Onze sterkte? Ik denk de jongens die bij elkaar zitten, dat gewoon heel goed klikt, hè, dit jaar. En we willen voor elkaar door het vuur gaan. En dat is het, denk ik. En de trainer? En de trainer natuurlijk. Ja, hele goede trainer. Heel duidelijk. Hij zegt van tevoren wat hij van jou verwacht en wat hij van je wil. En dat voeren we dan ook uit. Dus. We vieren nou twee keer vandaag en over twee weken nog een keer. Ja, inderdaad. Ja, twee keer. Dus dat is alleen maar leuk. Dat is alleen maar leuk. Ja, yes, dankjewel. Martin Doeven, zo'n kampioenschap heb je nog nooit meegemaakt? Nee, ik ben al 50 jaar lid. En de vier wedstrijden van de vorige kampioen hebben we nog nooit meegemaakt. In mijn hele carrière nog niet. En we hebben een onderafdeling gevoerd overal. Ben ik over om me heen gegaan. En dat is gewoon grandioos. Wat ze nou vandaag neergezet hebben. Want daar had niemand niet verwacht. En Liesje zou verliezen in HBS. Gelijk zou spelen. Dat neemt niet verwacht. En ik had het mooiste gevonden, dat is de gehelden, pas zaterdag, kampioen waren geworden. Ik kan maar kampioen zijn, hè? Als je ben ik het. Dat was aantrekkelijk geweest. Ik denk dat wij ik stok aan de kassa, ik denk dat we meer publiek hebben getrokken. Van buitenaf, dat Lisse wacht komen kijken. Ik denk dat we toch wel meer publiek hebben gehad. Net zeker aan de kassa? Nee, dat niet aan de kassa, dat niet. Want dat kennen ze me allemaal. Daar weten ze wel van. Als je al jaren doet, iedereen kent mij. Het mooiste van het kampioenschap dat ze weer tegen Zummeren maken. Ja,
Ja, we komen er gewoon aan. Want ik hoorde dat vandaag Zomer verloren was. Dus wij zitten in het schip. En ik denk dat Zomer volgend jaar een hele kooi aan Asten. Want als wij vorig jaar dit team hadden gehad, dan waren we niet gedegradeerd. Dan hadden we in de klas gespeeld van Zomer. En dan hadden we bovenin meegedraaid. Zelfs boven Zomer. Dat meen ik echt. Maar dan waren we geen kampioen geworden nou? Dan waren we geen kampioen geworden. We hadden wel in die klasse van Zomer meegespeeld. En dan hadden we meer gehad als het Limburgs club. Waar is dan de kassa? En Limburg brengt niks mee. Die hebben geen publiek bijna niet. Als we uit gaan kijken, hebben wij meer publiek als Limburg. Dat volgend jaar een gouden jaar. Ja, dat wordt een gouden jaar, ja. Wat ik verwacht, wij volgend jaar weer bovenaan meedraaien. Met hetzelfde team. Dat meen ik echt. Gerastine en Jelle van der Loo, dat zijn twee mensen die ene praat veel over NEC en de ander schrijft over NEC. Ik noem jullie gewoon analisten. Jelle, wat maakt deze aftal kampioen? Ik denk dat we heel het seizoen al constant presteren. Alle wedstrijden eigenlijk gedomineerd. De betere ploeg geweest. En uiteindelijk mondt dat uit in een kampioenschap waar dan eigenlijk een beetje onverwacht was. Omdat we twee tegenstanders waar we afhankelijk van waren. Maar op een gegeven moment volg je op telefoon wat er gebeurt. En dan zie je dat op een gegeven moment de standen zo goed zijn dat we kampioen worden. En dan, alle wedstrijden mee geweest? Ja, vrijwel allemaal. Ja. Wat ga je? Afblijf met mijn microfoon. Oh. Ja, Harry, ik ben gewend als verslaggever van de Sparklijn om het voortouw te nemen. Maar in ieder geval, MBC, in ieder geval vorig jaar hebben we een klote jaar gehad, om het zo maar te zeggen. Hè. We zijn toen begonnen met Golden, even teruggaan erin. Vorig jaar in de tweede klas zijn we begonnen met een jong team. Uiteindelijk bleef hij niet genoeg om het in ieder geval te handhaven. Uiteindelijk zijn we gedegradeerd dan. In de na-competitie, de eerste wedstrijd, was meteen te veel voor de jongens. Goed, we beginnen een nieuw seizoen. We hebben twee spelers bijgekregen. Eentje uit Ospel, Sherson Geuns en Jeremias. Dat waren niet twee de minste. Wat zei je? Dat waren niet twee de minste. Nee, dat waren, klopt. Dat waren zeker niet de mensen. Ik heb in de radiobeslag wat ik doe bij Sportlijn de paal van Assen noemde ik hem, Jeremias. Ja, en het is gebleken gewoon, die hebben een geweldig team geformeerd met elkaar. En vandaag zeker, ik heb het in de Sportlijn al herhaaldelijk gezegd, de gunfactor onder elkaar, dat is de winstmarge die MSC geboekt heeft. Wat we vandaag gezien, dat was gewoon geweldig. Ze gunnen elkaar. Het staat nergens op, hè? Wat zijn we? En dus je gewoon veel te goed voor die klas als je zo ziet, 9-0. Ja, ik denk ook het verschil. Vorig jaar scoorden we niet. Ja, kregen we weinig goals tegen, maar scoorden we ook niet. En nu heb je inderdaad, wat Gerard zegt, een paar aanvallende versterkingen erbij. En dan zie je eigenlijk dat je gewoon een hartstikke goed team hebt. Waar in de tweede klas ook... Het verschil is gewoon Sherson en Jeremias. Onder andere, ja. Dat speelt al mee. Hè. Je scoort nou makkelijker. En dat was vorig jaar niet. Dus dat is wel een van de verschillen. Ja. Oh. Ja, niet helemaal waar. We hebben een paar spelers de eigen kracht teruggekregen, dat wil ik met nadruk zeggen. Zeker. Luc Kasselijns, die is moeten stoppen door omstandigheden, zijn werk, etc. De studie. Is dit jaar ook bijgekomen, dat is dus een heel belangrijke kracht, samen met Martijn Hens achterin. Belangrijke factoren geweest. Maar inderdaad, de doelpunten moeten gescoord worden en die makers die hadden wij in huis. Want hoeveel je moet alles weten, je bent statisticus, hoeveel goals hebben ze gemaakt en hoeveel tegen? Je moet eens even denken, ze hebben er 9 tegen in ieder geval. Volgens mij hoeveel? Dat is 57 gemaakt, volgens mij. Dan word je kampioen. Ja, dan word je kampioen, ja, dan is het terecht. En als je dan met 9-0 wint, is het natuurlijk wel perfect eigenlijk. Dat je wedstrijd dan beleefd, want je moest dat 5 minuten voor tijd op de hoogte blijven, of niet? Ja, het was alleen maar op telefoons kijken, iedereen om het veld zat te kijken. En het ging helemaal nergens meer over op een gegeven moment. Maar, je hebt erop gelet op de wedstrijd ervan? Ja, dat wel, maar het was al een kan en kreken. Dus wat dat betreft was het wel heel leuk om het zo te volgen. Dat maakt het wel extra spannend. Zou je dan niet liever anders kampioen worden? Zijn beslissingswedstrijden? Nee, veel te spannend. Nee, zeker niet. Nee, de beslissingswedstrijden houden wij niet zo van en als we willen gaan. We gaan puur van eigen kracht hier. En vandaag was er viel alles, alle puzzelstuk vielen in elkaar. Het was gewoon geweldig. Ik een platte wagen, de turp in en zo, maar niks hè? Nou ja, ik verwacht dat er nog binnenkort nog wel iets geregeld wordt wat dat betreft. Maar zaterdag is zover. Ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Zeker een feestje hebben. Ja, dan wordt het, hoef ik geen snapperdag te pakken, dus dat scheelt. Je moet daar iets te zoeken in de tweede klasse nodig. Ja, ik weet het zeker van wel. Dat moet wel. Ja. Moet je wel deze mensen houden? Zeker wel hè. Ja. Het was
Die jongens die vorig jaar gedegradeerden naar de derde klas, ik wil het nog steeds benadrukken. Het waren jonge jongens, die zijn gegroeid. Inmiddels ben je weer 2 jaar verder dan. Hè? Dus de perspectief is wel, Jules van Bussen komt terug bij de club. Ook een goede aanwinst voor MSC. En dan Jeremias, Gerson Guns. Vol Marin, dus dat moet goed komen. Maar ik benadruk wel, het verschil ontzettend groot is. Derde klas, tweede klas, dus daar moet ik ook bij zeggen. Ja, dan heb je alleen maar positieve stukken geschreven. Hè? Volgend jaar zal wel een keer een stukje moeten schrijven wat niet goed is. Dat zou wel kunnen, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we gewoon in de tweede klas gewoon mee kunnen. Dus, mooi jaar achter de rug qua schrijven, of niet? Ja, het was fantastisch om elke zondag te schrijven. Dat ging allemaal goed, dus ja, ideaal. Dat heb ik wel eens anders gehad, dus dat voelt wel goed. Oh. Martijn Hens, aanvoerder van NEC. Hoe lang is geleden je kampioen bent geworden? Ik denk de laatste keer was volgens mij met Helmelsport D1, dus dat is echt al een flinke tijd geleden, ja. Je bent teruggekomen van Helmelsport naar Asten, daar heb je jou geen winterijen gelegd, kampioen. Ja, dat klopt. Het heeft wel helaas 3 jaar geduurd en helaas zijn we vorig jaar natuurlijk gedegradeerd. We wilden met ons team natuurlijk zo snel mogelijk terugkomen naar de tweede klasse en vanuit daar kijken welke stappen we verder kunnen zetten. De komst van Gerson en Jeremias is natuurlijk wel goed geweest voor jullie, maar ook de rest van het elftal groeit, hè? Ja, ik ken Jeremias ook al van de tijd van Helmelsport. Zeker een vaste waarde voor ons elftal. Hij ziet de andere jongens zich optrekken aan zo'n jongens. En met Gerson hebben wij ook voor het eerst weer, sinds de tijd dat ik hier zit, een aanspelpunt voorin. En daar merken wij ook in deze klasse graag gebruik van. Het elftal, als het bij elkaar blijft, dan kan het nog lang mee op dat niveau? Ja, we hebben een jonge ploeg, maar je moet niet vergeten dat straks de tweede klasse wel een paar stappen groter is. We hebben gemerkt dat het derde seizoen af en toe wel makkelijk ging, maar we moeten wel straks in de tweede klasse zorgen dat we dan gewoon weer opnieuw oppakken wat we daarvoor ook hebben gedaan. Ja, je ziet wel dat de tweede klasse gewoon echt een stap hoger is, dus daar moeten wij wel als ploeg opnieuw aan aanpassen. En jullie komen zomer weer tegen? Ja, als zomer doen natuurlijk ook nog bovenin mee, dus die kunnen nog promoveren via de na-competitie eventueel. Hoop je dan voor die, hè? Ja, ik hoop eigenlijk inderdaad van niemand. Dat is voor heel de regio hier altijd een mooie wedstrijd. En dat is voor beide clubs altijd goed qua inkomsten voor de kantine. Dus je hoopt altijd dat zo'n wedstrijd gespeeld wordt. Nu ga je het vieren vandaag, maar over een paar weken mag je nog een keer overdoen. Ja, klopt. Ja. We hadden vandaag natuurlijk niet helemaal verwacht, ook door de andere resultaten. Maar uiteindelijk hebben we zo afgesproken om vandaag het gewoon met z'n allen hier te vieren. En dan straks nog even het dorp in natuurlijk. Morgen zullen we ook vast nog wel een keer bij elkaar komen. En dan 20 april doen we het nog een keer groots over met alle sponsoren en heel de verenigingen bij. Hans van den Burg, Wim Vaas en Henk van Heuchten. Zo'n kampioenschap heb je nooit meegemaakt? Jawel, ja, we hebben er verschillende mee. Zo'n kampioenschap dat je afhankelijk bent van anderen? Nee, dat niet. Zo kort niet, hè. Nee, zo kort hebben we nog nooit meegemaakt. We gaan het ook niet verwaard. Heb je vandaag die wedstrijd beleefd, Hans? Buitengewoon, ja. Ik ga vandaag nog andere dingen doen. Maar ik denk, kom, ik ga toch eens even kijken. En ik schrok ervan dat ik net hier aan bij de langs de dunkout stond. En dat er al meteen in 5 minuten al 3 goals waren gevallen. Nou, dus ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. 9-0, mijn kampioenswedstrijd is nooit gebeurd. Nee. Nee, dat is nog nooit gebeurd. En zo'n hoge uitslag hebben we dit jaar nog niet meegemaakt. Dus dat is het mooiste wat we mee kunnen maken. Denk het, Wim, dat ze eigenlijk te goed zijn voor de derde klas? Ja, minstens naar de tweede klas. Minstens. Wij willen wel weer tegen Zemmeren. Ja, Henk ook. Zonder meer, maar ik denk dat het volgend jaar wel een moeilijk seizoen zal worden. Ja, niet als dit jaar, dat kan niet, hè? Nee. Als we de middenmoot eindigen, dan zijn we volgend jaar al dik tevreden. Ja. Wat maakt de elftal zo bijzonder, Wim? Dat we nou een beetje een verhoede hebben, wat we vorig jaar niet hadden. Als we dat vorig jaar hadden gehad, dan waren we ook nooit eruit gegaan. Maar nu we hebben een schoon elftal, gezellige jongens, en we gaan Geert kiezen. Weinig goals tegenaans. Weinig goals tegen, dat klopt. Ja, dit is inderdaad zo. Ja. Nou, net wat Wim zegt, goed aanvallend spelen en dan laten ze eruit van je deur schieten. Goede verdediging. Nou, we zijn dik tevreden met dit team. Ja. Denk, wedstrijd nou winnen en vieren en over 2 weken weer. Dat is ook wel mooi, twee keer achter elkaar vieren. Ja, dat is wel te hopen, ja. Ja, we houden zomaar nog niet op. Volgend jaar, wat verwacht je ervan? Tweede klasse? Volgend jaar, ja. Middelmoot, dan zijn we tevreden. Het eerste jaar. Het eerste jaar. Als de spelers zoals ze dit jaar hebben gespeeld en met die inzet en met de kwaliteit van de spelers, dan denk ik dat we in de bovenste helft kunnen eindigen. Zeker. Ja. Ik zeg niet dat we spelen om het kampioenschap, maar wel in de bovenste helft meespelen.